Taco Gamers, Lars hier. Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Sapphire, hier op Vaku Games. En jongens, ik was in de vorige aflevering een enorme sukkel, want ik was namelijk al achter Team Aqua aangegaan, terwijl ik helemaal niet achter ze aan had kunnen gaan. Team Aqua die had natuurlijk een onderzeeboot, en als je een onderzeeboot hebt, het hele idee van een onderzeeboot, is dat je onder water kan. Ik kan dat niet, want ik heb namelijk de HM Surf nog niet. En toen dacht ik van, waar kan ik dan de HM Surf halen? En blijkbaar is dat helemaal niet hier bij Sutopolis City, maar op een totaal andere plek. Dat is, als ik even op de kaart kan kijken... Nee, uitzoomen, please. Zoom uit. Oké, uit. Ja, goed zo. Ik moet dus hierheen. Naar Mos Deep City. Of dan ben ik weer knijten verdwaald. En daar in Mos Deep City moet ik weer zoeken naar Oh my god. Rot op met die level 18 tentakel. Daar heb ik echt geen zin in. Rot op. Wat er hebben we namelijk ook... In Mos Deep City, als het goed is tenminste, de zevende gym. En de zevende gym schijnt een psychic gym te zijn. Mag ik ook nog gewoon eventjes mijn verhaal vertellen? Of word ik elke keer aangevallen door irritante Tentacool? Tentacool, je mag de level 30 zijn. Ik wil je niet. Ga weg. Got away safely, hè? Het schijnen psychic gymleaders te zijn. En psychic types ben ik eigenlijk nog niet eens zo heel erg goed tegen. Want natuurlijk Blaziken, die de vorige aflevering erbij gekomen is, is een vechttype. Nou, die is sowieso heel zwak tegen psychic types. Lombre is zwak tegen psychic types. Wat hadden we nog meer? Even kijken. Nou ja, Manectric of Gardevoir kan er geen ene reet tegen. Manectric, als ik het goed herinner, hebben die Pokémon ook nog een steentype als bijzaak. Hier is wel bos. Mos die... Tentacool. Krijg een of andere tentacoolziekte of zo. Ga weg, Ga me niet vertellen dat ik vlak voor Mos Deep City nog eventjes verslagen ga worden door een tentacool, hè. Dacht het even niet. Got away safely, hè. Hoppakee. Here we are, Mos Deep City. Let's heal onze Pokémon. En dan kunnen we meteen eens even kijken of we misschien wel de gymleader kunnen verslaan. Ik bedoel, de vorige gym ging nog redelijk makkelijk. Dus waarom zou de zevende gym niet kunnen? Als je het niet probeert, weet je zeker dat het niet lukt. Ja, toch? En we hebben sowieso de badge nodig van deze gym. Anders kunnen we dive sowieso niet gebruiken. Want ja, die Pokémon snappen het alleen als je ze een speldje voor hun neus houdt. Waar is de gym? Gym, oh daar. Got it. Even kijken. Hoe ziet het er hier ook weer van binnen uit? Het is echt weer een tijd. Oh, help. Dit soort dingen. Welke Pokémon gaan we bovenaan zetten? Nou, laten we Lombre maar even houden. Je weet het niet. Links of rechts? Betwijfel rechts. Is dat een idee? Is waar. Oh. Oeh. Watch me levitate. Psychic moves. Maar soms is hij een beetje out of sync. Heb ik ook wel eens met mijn audio. Kan ik niet zo wennen veranderen. Hij speelt lekker met zijn ballen. Psychic Fritz. Level 35. Kan je bakkers nog verder open? Dit wordt wel een gevaar, jongens. Level 35 voor de gewone standaard gymleader trainer. Dit is nog niet eens de gymleader. Future Sightje. Eén keer is meer dan voldoende. Dan kan ik Lombre natuurlijk super snel terugtrekken voor een Pokémon die klap wel op kan vangen. Level 31, leveltje erbij. Is trying to learn water sport. Wat voor watersport? Surfen? Ik hoef het niet. Ga weg. Watersport zorgt ervoor dat vuuraanvallen niet zo sterk zijn. Girafferick gaat hij erin gooien. Lyron, dat kan jij. Go Lyron. Dan vangt hij meteen de klap van Future Sight op, want die komt er natuurlijk nog steeds aan. Takedown. Girafferick Confusion, dat moet je kunnen hebben. Not very effective. Takedown. Komt die Future Sight nog of? Ja, daar komt hij aan, hè. Krijgt er nu even wat klappen. Wow. Gevaarlijk. Stomp, ja dat doet niet zoveel, het is een ijzertype. Metal Claw. Doet ook geen ene reet. Misschien dat we hem nog eventjes kunnen healen. Super Potion, heeft dat genoeg nut? Ja, we moeten echt overschakelen op Hyper Potions. Dit gaat er niet worden. Zolang je maar een stomp kan blijven gebruiken, dat is wel prima. Doe dat maar, Jeffrick. Doe maar flink stompen, maar daar heeft Lyron toch geen last van. Takedown! Hit with recoil. Doe nog maar een Iron Claw eroverheen. Metal Claw. Dan is Lyron level 33. Op zich gaat het best lekker met die andere Pokémon. Laten we eerlijk blijven. Level 33.
Nog een nuttige aanval? Nee, helaas niet. Kadabra. Oké. Kunnen we hebben. Takedown. Reflect gebruikt hij. Zodat zijn defense hoger is. Dan moet ik eigenlijk een special aanval gebruiken. Maar die heeft Lyron helemaal niet. Maakt het niet uit. Helemaal niet meer nodig. Critical hit. Lekker bezig, Lyron. Op het moment dat het nodig is, is Lyron aanwezig. Zijn Pokémon Battle Skills zijn ook out of sync. Ja, dat heb je soms wel eens, vriend. Kan je niks aan doen dat je hem niet zo retarded moet zijn. Lyron, healen. Hendeltje. Oké, die gaat naar die kant op. We zullen waarschijnlijk de juiste route moeten aanklikken naar de gym leaders deze keer. Deze gasten zijn met z'n tweeën. Ik moet haar pakken met alles wat ik geleerd heb. Sure, whatever. Ik heb geleerd dat je veel thee moet drinken tijdens Pokémon Sapphire. Heb ik geleerd. Ik heb ook geleerd dat Kadabra niet zulke hele hoge defenses heeft. Fake out! Lekker voor je, Kadabra. Kadabra flincht. Surf eroverheen. Future Sight. Met een beetje mazzel is hij dood voordat hij überhaupt nog de kans krijgt om die Future Sight te laten raken. Nog een surf. Roleplay? Het is Kingdom niet. Ga echt met je roleplay. We hebben geen zin in vandaag. Het is ook niet My Nation. Het is ook niet Mytopia. Wat trouwens wel weer terug is, Mytopia. Which is awesome. Curlia komt in beeld. Dan kan Lyron die boel mooi opvangen. Is die nog niet geëvolueerd, joh? Curlia, level 36. Zit te lang bij het moet evolueren, man. Zelfs ik heb een Gardevoir. Mijn Pokémon is lager dan jouw Pokémon. En mijn Pokémon is lekker wel geëvolueerd. Not very effective. Future Sight komt er natuurlijk overheen. Calm Mind. Oh, ik had helemaal geen takedown moeten doen. Nou pleegt Lyron zelfmoord. No! Ergens nog stiekem gehoopt dat hij gemist had. Lyron! Jij tijger! Dat scheelt mij weer een revive. 1 HP over. Knallen van de like, jongens. Op deze video voor Lyron. Onze Pokémon Gym Sloper. Hyper Potion. Op Lyron. Die is ook level 33 ondertussen. Daarboven. We moesten daarboven. Hey, hallo. En weer een hendel. Als ik haar kan verslaan, gaat ze maar mijn toekomst voorspellen. Mijn toekomst is mijn 7e gym badge. Dat is mijn toekomst. Xatu. Level 37. Wow, gaan we gevaarlijk doen. Fake out. Vind je nooit zo leuk. Xatu flincht. Oké, surf. Hij gaat wensen. Oh. Ik wens... 500 likes op deze video. Go surf. Maar zijn wens komt natuurlijk binnenkort in vervulling. Dus daar gaan we heel gauw ervoor zorgen. Dat we hem zo snel mogelijk afmaken. Xatu is ook een vliegtype. Future Sight gekild. Dat zal nu zijn wens wel waar worden. Ah, zijn wens is uitgekomen. How cute. Zijn wens is goede gezondheid. Dat is wel een goede wens. Dat is een mooie wens. Hij wenst goede gezondheid voor zichzelf. Helaas is hij daar een beetje te laat mee. Super effectief. Ja, dag staat u. Bij de level 34. Nou, wat is mijn toekomst? Je gaat een intense battle met onze gymleaders hebben. Ja, daar had ik geen psychic voor hoeven zijn, hoor. Om dat te begrijpen. Wat laten we hier eens naartoe gaan? Waar komt het dan uit? Hey, bij de volgende hendel. Die wijst nu naar de gymleader. Ook talent. Hij wil mijn talent zien. Oké. Het enige talent wat ik heb is slap lullen, hoor. Dat is het enige wat ik kan. Ral. Level 36. Die Ralt neemt de boel ook niet echt serieus. Die had al lang een breed moeten evolueren. Misschien is hij gehandicapt, deze Ralt. Dat is toch een gehandicapte Ralt? Dan snap ik het. Ja, dan snap ik het. Hij was sterk. Hij wil een psychic aanvallen. Wow. Fake out failed. Gaan we nou krijgen? Waarom? Lombray. Lyron dan maar. Die had ook niet heel veel experience meer nodig. Mudslap. Moet voldoende zijn. Voor de arme kleine Ralts. Kadabra. Die ging de vorige keer ook al vrij makkelijk dood. Kadabra heeft dus blijkbaar echt een defense van 0,0.
toekomstbeeld. Ik ga ook jouw toekomst voorspellen. Ik voorspel dat Kadabra doodgaat. Oh, bijna. Mijn voorspelling is bijna uitgekomen. Dan ben ik... Die zou ik niet aankomen. Dan ben ik eigenlijk een beetje zoals die vrouwen op televisie altijd, hè. Die je tegenwoordig van die voorspellingen doen op televisie. Bel nu naar 0900 en dan een raar nummer. Voor een voorspelling van onze paragnosten. Terwijl je gewoon met een computer verbonden wordt. Rampapam, maar dat is geen oplichting hoor. Nee, dat is geen oplichting. Echt niet. Is geen oplichting. Heb ik daar wel of niet deze hendel over gehaald? Voor mij wel, hè. Super potion voor Leron. Hoe gaan we nou bij die gymleaders uitkomen, jongens? Naar beneden. Dan zijn we nou weer hier. We gaan laten we eens naar links gaan. We zijn er niet eerder naar links geweest. Uh-oh. Heb ik ook weer niet verslagen. Ik heb sowieso niet eerst die hendel overgehaald, volgens mij. Best wel dom. Had ik eigenlijk eerder moeten doen. Zullen we zo nog wel even fixen? Grillia! Go, Leron! Takedown! Leron is trouwens wel snel, hoor. Niet te zuinig. En sterk ook nog eens een keertje. Imprison. Imprison Architect. Metal Claw. Nou, doe maar een Calm Mind. Wie zal hem nodig hebben? Je gaat eraan, Curly. Of je het nou leuk vindt of niet. Leron gained experience. Vlak heeft hij mee in Pokémon. Is lekker snel voorbij. Moet hij hier wel opspringen? Moeten we wel via deze kant. Hadden we deze al overgehaald? Nee, toch, hè? Oké, die wijst nu naar boven. Dan denk ik dat we nu de weg naar de gymleader vrij moeten hebben. Denk ik. There we go, jongens. Kijken of al mijn Pokémon geheeld zijn. Super Potion op Leron. Lombray gaat gerevived worden. Nee, niet Leron. Die leeft nog. Gaat geen dode Pokémon. Ja, deze. En dan... Super Potion, is dat voldoende? Dat is voldoende. Oké, jongens. We zetten onze twee Pokémon waarvan ik denk dat we er de meeste kans mee maken. Die letten we bovenaan neer. Was je verrast? Was je verrast? Dat er twee gymleaders zijn, dat er twee gymleaders zijn. We zijn tweelingen, we zijn tweelingen. We hoeven niet met elkaar te praten, want we kunnen van elkaar beslissen wat de ander denkt. Alles in onze gedachtes. Die combinatie van ons, kun jij hem verslaan? Vast niet, maar ik ga het wel proberen. Ik ben een dappere trainer. Misschien ook wel een beetje een domme trainer. Tate en Lisa, Lunatone en Solrock. Level 42! Pardon? Surf! En... Muscle Up heeft sowieso genut. Metal Claw. Uh-oh. Please op Leron. Sunny Day. Oké, dan kan Lombre in ieder geval een surfaanval uitvoeren. In ieder geval eentje. Surf raakt ze namelijk allebei. Dit is super effectief. Misschien is het voldoende om Lunatone uit te... Niet eens. Solrock. Doet helemaal niks. Oh, dat komt natuurlijk door de sunlight. Het zonlicht is sterk. Metal Claw dan. Prima. Schakel Lombre maar uit. Is goed. Doe maar. Blaziken. Met Double Kick. Zolang die geen Psychic doet, is er geen probleem. Uh-oh. Hij kan in ieder geval één keer aanvallen. Metal Claw op Lunatone. Sunlight is nog steeds sterk. Blaze Kick op Lunatone. Metal Claw op Lunatone. Dat is één van de twee down. Nou gaan we met al onze Pokémon. Wij mogen nu twee Pokémon tegen zijn ene Solrock inzetten. Moet te doen zijn. Vlammenwerper op Leron. Uh-oh. Daar kan je niet zo goed tegen. Metal Claw op Solrock. Doet ook geen ene reet. Best wel. Super effectief. Het zonlicht is sterk. Hij kan maar één Pokémon tegelijk pakken. Double Kick. Metal Claw. Critical Hit. Come on.
Ik mag sowieso nog een andere Pokémon zetten, maar ik denk dat Leon het voldoende is. Oké, okay, Gardevoir. Denk dat het gelukt is, jongens. De zevende gym. Levitate getraced. Metal Claw van Leon. Super effectief. Dat was gym nummer 7. Oh, mijn Pokémon zijn zwaar underleveld. Zwaar underleveld, maar leader Tate en Lisa zijn dood. Onze combinatie is vernietigd. Neem dit. Badge nummer 7. De Mind Badge van Lisa en Tate. Dank u. Steek die badge maar in je reet, Tate. We kunnen nu ook de HM Moves Dive gebruiken. En TM04, wat doet dat? Wat is TM04? Calm Mind. Ja, maar die heb ik al. Is perfect voor een Psychic Pokémon. Maar mijn Psychic Pokémon heeft die avond zelf al geleerd. Stel dat je nutteloze gymleaders. Maar goed, gym nummer 7 is in de pocket. Dat ging eigenlijk best nog verbazingwekkend vlot. Dan kunnen we morgen op zoek gaan naar de HM Dive. Die moet dus ergens in deze stad liggen. En dan kunnen we daarna, kunnen we natuurlijk achter Team Aqua aan. Want Team Aqua, terwijl wij heel druk bezig waren met de gymleader, heeft uiteraard gewoon doorgezet met zijn kwaadaardige plannen. Hopelijk zien jullie er morgen ook weer bij als we verder gaan met onze zoektocht richting Team Aqua. Maar voor nu wil ik jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het liken van deze video. En hopelijk tot morgen bij de volgende aflevering van Pokémon Sapphire hier op Faco Games. Mazzel!